Wesseldammers, op naar de Kuip. Met welk gevoel ga jij daar naartoe? Met een heel leuk gevoel. Het is natuurlijk altijd leuk om weer terug te komen bij de club waar je eigenlijk onder contract staat. Maar ik ga er ook wel met een gevoel heen dat wij er in ieder geval gewoon naartoe gaan om heel goed resultaat te halen. Ja, want de Kuip is natuurlijk altijd mooi, altijd genieten. Maar inderdaad, wat je zegt, ik denk dat het gevoel toch wel even anders is in de situatie waar Cambuur nu ook in zit. Ja, natuurlijk. Het is zo dat wij gewoon de punten op dit moment gewoon heel hard nodig hebben. Dus en ik speel nu gewoon bij Cambuur, dus uiteindelijk hoop ik natuurlijk gewoon dat wij gaan winnen. En ik weet in ieder geval dat we met z'n allen daar alles aan gaan doen. Dus hopelijk kunnen we dat resultaat ook behalen aankomende zondag. Je speelt hem niet naar de verkeerde kleur? Nee, absoluut niet. Absoluut. Natuurlijk, dat kan wel eens een keer gebeuren, maar dat zal niet met opzet zijn of zo. Dus nogmaals, ik speel nu gewoon hier en ik heb het hier enorm naar mijn zin. En ik hoop in ieder geval dat we een goed resultaat halen. Nog familie en vrienden gesproken over de wedstrijd? Ja, natuurlijk. Ik heb heel veel vrienden en ook wel familie die altijd in het stadion zitten. Dus daar heb ik wel veel contact mee gehad. Maar uiteindelijk is dat nu ook een beetje klaar, zodat ik me wel kan gaan focussen op de wedstrijd. Ja. Wel bijzonder, denk ik ook, om daar te voetballen tegen je club. Ja, absoluut. Het is eigenlijk voor mij ook de eerste keer dat ik daar als tegenstander speel. Maar aan de andere kant ook wel een keer leuk om dat mee te maken. En ik moet eerlijk zeggen dat ik er wel heel veel zin in heb. En je draait nu een tijdje mee bij Cambuur. Ze zeggen wel eens Cambuur is een beetje Feyenoord in het klein. Beaam je dat? Ja, absoluut. Als je ziet dat bij ons elke wedstrijd hier nu het stadion gewoon uitverkocht is of bijna uitverkocht is. Dan doe dat met een speler in ieder geval heel veel. En het laat wel zien dat ze hier enorm achter de club staan en dat ze de club altijd steunen. Dus als speler zijn is dat heel erg lekker om dat gevoel te hebben, ja. Hoop je daar ooit nog eens terug te keren in de basis bij Feyenoord? Ja, natuurlijk. Iedereen heeft natuurlijk wel zijn doelstellingen. En dat is zeker wel een van mijn doelstellingen om daar te slagen. En dat mag nu zo zijn dat ik dat via deze weg moet doen. En ik ben in ieder geval trots op dat ik hier nu mag spelen.